Goeiedag, welkom bij Café Welsmers. Mijn naam is Jorre Vestalia en ik praat vandaag met Pieter Stuurman. We weten allemaal dat wij leven in een tijd van fake crisissen, fake angsten en fake pandemieën. Pieter heeft een artikel geschreven en daarin benoemt hij de enige echte pandemie die wij allemaal daar last van hebben. Pandemie van principeloosheid. Ik heb het gelezen, ik vind dat heel erg interessant en dat was voor mij een reden om Pieter uit te nodigen om hier vandaag in de studio dat onderwerp met elkaar verder te bespreken. Pieter, dankjewel voor je komst. Dankjewel. Je begint je artikel met het verhaal over Djokovic. Ja, over de tennisser Djokovic. Ja. Nou ja, ik zag dat in de media verschijnen en het was zo'n prachtig voorbeeld van wat ik wilde zeggen in dit artikel. Voor degenen die dat niet weten, Djokovic is de nummer 1 tennisser van de wereld. Hij is de beste tennisser van de wereld, hij is het al een tijdje. Maar hij weigert zich te laten injecteren met de zogenaamde vaccins. En daarom mocht hij niet meedoen met het Australian Open. Een van de belangrijkste toernooien in de wereld. Dus hij werd daarvan uitgesloten. Dus hij koos ervoor om dan maar niet te gaan. Hij hield zich bij zijn principe. En hij zei dat ook heel mooi in, en ik heb dat hier opgeschreven in een interview. Kort daarna, een paar weken geleden, won hij de Wimbledon toernooi. Waarschijnlijk het meest beroemde toernooi ter wereld. En toen werd hem gevraagd in een interview van, ja, vind je het niet vervelend dat je niet hebt, heb je geen spijt van dat je niet hebt meegedaan met de Australian Open? En toen zei hij, het principe van zelfbeschikking over mijn leven en lichaam is belangrijker dan welke tennistitel dan ook. Dat is het probleem, hè? Mensen beschouwen nu een titel belangrijker. Nou, en dat vond ik zo'n mooie illustratie van wat ik wilde zeggen.